Yo, what up? Het is je boy Demo. Welkom bij de allereerste aflevering van POB Talks. We gaan het hebben over de allereerste live event van het nieuwe seizoen van Punch Out Battles POB Teams. En ik ga dat niet alleen doen, ik ga dat met mijn respectabele mensen doen. Aan mijn linkerhand, Kimo. Ja toch. Daarnaast natuurlijk Excellent. Aan mijn andere kant, klopt dokter. Zeker, ik vind het zo grappig. En Tim Beumers. Ja toch? Mooi. Ja. We zijn er maar jongens, allereerste event van het nieuwe jaar, 2022. Hoe is die dan? We zijn er weer. Hoe excited waren jullie toen jullie hoorden, POB komt terug? Ja, hard man. Het is lang geleden. 4 jaar? 5 jaar? 5 jaar of zo. Ja. Er zijn natuurlijk wat andere dingetjes in de tussentijd geweest, maar niet zoals dit. Dus ik ben blij dat het weer terug is. En het is ook leuk. Dan heb ik ook een reden om hier naartoe te komen en andere accentjes om me heen te horen. Plat Amsterdams. Lekker. Dat was gezellig, man. Ja, lekker, man. Ja. Klopt, dokter? Ja, man. Het werd ook wel weer tijd, weet je wel. Ik snap, op een gegeven moment was misschien een beetje de rek eruit op een gegeven moment, weet je wel. We zijn heel lang doorgegaan. Ik merk gewoon, als je een paar jaar ermee stopt, die vraag komt er weer. Ik denk dat iedereen er weer zin in had. En ik denk ook dat je aan de kwaliteit van de battles vandaag zag dat het gewoon vooruit is gegaan. Echt genoten, echt toffe dingen gezien. Dus ik ben blij dat het terug is, man. Ja, man. 100. Ja, man. We gaan het zo meteen hebben ook over de battles die we vandaag hebben gezien. Maar ik ben eerst even benieuwd, hè. Wat vinden jullie van het nieuwe concept, de nieuwe manier waar Punch-Out Battles mee terug is gekomen, dus POB Teams, met een teamcaptain erbij. Ik vond het wel tof. Wat ik cool vond, als je van boven, zeg maar, van de reling hier bij Club Blue aan het kijken was, dan kon je, zeg maar, precies zien hoe teams achter elkaar ook gingen staan. Weet je, eerst was het echt een één-op-één ding en nu heb je echt van, oké, weet je, het deed me een beetje denken aan breakdance battles. Okay. Dat ze mensen naar voren schuiven en zo. Dus het geeft wel een extra energielaag. Zo. Okay. En het is ook inderdaad, de battles, inderdaad, als je van boven keek, en dat kon je extra goed zien met een bril van Peter Akkerman. dan kon je inderdaad, die vibe die je dan hebt, het zijn meer battles dan alleen de een tegen de ander. Het is ook de teamleider tegen de teamleider, weet je. Dus ook binnen die teams ontstaat er een bepaalde dynamiek. Je krijgt verhalen die in die teams spelen, weet je wel. Nu met Santos bijvoorbeeld, dat heel zijn team is uit elkaar gevallen. Ja. Is ook weer een verhaal in een verhaal. Dus er speelt veel meer dan alleen losse battles, waardoor je gewoon een langer verhaal krijgt. Want dat is denk ik goed om het te volgen. Wat is er met het team van Santos gebeurd, hè? Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ja. Het is juice. Je wilt dit weten, je toch? Maar X, denk je dat het ook zorgt dat de kwaliteit hoger wordt? 100%. Dit is kwaliteitscontrole. Okay. Eerst had je zeg maar, Jantje schrijft zich in. En dan gun je Jantje een kans om te bewijzen wat hij kan. En dan komt Jantje en dan choke Jantje 30 keer. Dan is hij garbage. En dan gaat heel die fucking energie in die event ook alweer omlaag. Ja. Voordat Jantje nu daar kan komen, heb je Pim, de coach. En die kan dan eerst checken van, laat me je materiaal checken. Verbeter dat. Werk daaraan. Memorize je shit. En voor hij dan door de gate komt om uiteindelijk bij ons te gaan. Dan is hij al En je hebt het gezien. Gepakt. Ik heb maar één keer volgens mij een battle gehad. Ik heb zonder maar één chokes. Keer mijn hand omhoog hoeven te doen voor een choke. En voor de teller van 10 bij 0 was, had hij zijn materiaal weer en maakte hij zijn ronde af. Wat een chokeloze battle. Zo waar. Ja. Event. Chokeloze event. Want hebben ook een mini choke gehad waar elke battle bijna een choke had. Is het wel was POB? Bijna een stumble, maar het was een mini choke. Maar voor het de counter op 0 was hij terug. Ja? Was het dan wel punch out battles als er niemand heeft gechoked? Ja zeker, want we hadden een mini choke toch? Een mini choke. Ja oké, dat was nog net goed. Mini choke. Hey, maar als het all jokes matter, bro. All jokes matter, bro. Er was wel constant de dreiging van een choke, weet je. Daarom bleef hij gewoon... Hij heeft hem teruggepakt. Ja. 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 En hij heeft sterke finish nog met een haymaker daarna, hè. Zeker. Ja, lekker. De kwaliteitscontrole heeft gewerkt. Kwaliteit. Ja, we hebben het gezien. Allemaal mee eens? Goed punt. Goed punt. Facts. Oké, dope. Oké, laten we er gelijk in duiken. We hebben 8 battles hadden we op de kaart. Ja. We gaan dit niet heel veel zo lang doen, dus kom op man. Wat doen wij? Die pause shit. Ik ben gewoon serieus. Hey bro, ik heb nog ever in mijn life ever iets gepaust. Als jouw mind van een normale fucking zin is gays maakt, is het jouw mind bro. I'm pausing shit. Sorry hoor. Don't pause me. Maar oké. Ik miste. We hadden 8 battles op de kaart. Wat vonden jullie van de kaart vooraf? Dus voordat jullie vandaag de battles hadden gezien. Je zag de kaart met de battles. Wat dacht je als eerste, Kimo? Ik had echt geen goed beeld, maar gewoon omdat het zo lang geleden Kimo. Is. Ja, oh sorry. Nee, je keek me aan. Nee, kom op man. Sorry man. Kimo, je had geen idee, zeg je. Nee, Kimo mag. Nee. Shut the fuck up, man. Nu ga je zin afmaken ook. Ik had geen idee, dus ik vraag me af wat Kimo dacht. Ja.
Nou ja, ik kende niet alle namen nog of zo. Dus dat, en wat mij vooral opviel was dat er ook een aantal mensen staat geen team. Dus ik snapte niet zo goed waar dat dan. Omdat dat, kan je dat ook uitleggen? Hun hadden nog geen team. Nog geen team. Promo ja. Maar zij worden dan, zij komen nog bij een team of zo? Of wat is de bedoeling? Niet per se. Kijk, we hadden volgens mij 3 mensen zonder team. Prelek, Joey en Toontje, als ik het goed zeg. En Prelek en Joey die hadden allebei nog geen team, maar die hebben dus op het event kenbaar gemaakt dat ze wel in een team zitten. En, you know, we gaan nog niet snitchen welke team. Oké. Ze zitten allebei in een team en Toontje die heeft nog geen team en is ook nog niet zeker of die echt een hele seizoen wil gaan battelen. Because he got things to do. Maar hij denkt er nog over na, dus als iemand nog Toontje in zijn team wil, misschien kan je hem jennen. Goeie aanwinst, moet ik zo. Santios, als je nog mensen zoekt. Goeie aanwinst. Ja, we hadden dus 8 battles op de kaart en je zegt je kende de veel namen kende je. Nee, een aantal kende ik nog niet en het viel mij vooral op dat ik ook bij sommigen geen team, dat snapte ik niet, maar dat heb je dan nu uitgelegd. Ja, er waren een paar battles waar ik wel echt naar uitkeek. En wat waren voor jou, zeg maar, voorhand soort van de battles? Toch wel de laatste 2, die wilde ik zien. Mitch tegen Toontje. Ja. En Jeeves tegen Don Tata. Okay. Die battles natuurlijk ook best wel gehyped door hun het voorgesprek wat ze hadden gehad, zeg maar. Ja, door de face-off. De face-off. Ja, en, dus daar was ik wel benieuwd naar. En ook gewoon alle verhalen die er natuurlijk te ronden gingen van wat er eerder is gebeurd hier in Club Blue. Ja. Dus daar, ja. Goeie club. Ja, sowieso. Goeie. Ik moet wel zeggen, het heeft wel iets weg ook van een arena als je van boven kijkt. Je zou bijna een octagon hier zien staan, als het ware. Dus zeker goede locatie. Een beetje kuipvorm ook wel. Nou, vind ik niet echt. Jij zag de kaart? Ik zag de kaart, door mijn Peter Akkerman bril. Ja. Oké, je zag de kaart. Wat Ik dacht, daar hebben we zin in. Nee, maar gewoon serieus. Ik heb meestal geen verwachting. Het is meer van, je hoopt gewoon dat zo'n format als Teams inderdaad, dat het idee wat erachter zit, die kwaliteitscontrole en zo, dat je echt, je gaat ervan uit dat gaat werken, maar tegelijkertijd is het ook een soort van, gaat het ook werken? Okay? Je hoopt het, zeg maar, ja. Ja, het is ook, je hebt zeg maar een beeld bij sommige namen van hoe ze 4 jaar geleden of 5 jaar wanneer het was, het functioneerde op dit niveau. En dat je denkt van ja, het betekent niet dat je 4 jaar later, dat ze deze 4 jaar beter zijn. Weet je, van hetzelfde gaat zijn ze 4 jaar slechter geworden, hebben ze 4 jaar niks gedaan. Dus ik had echt zoiets van, ik ben benieuwd. En ja, iedereen was wel gewoon doorgegroeid. Ik had het vooral bij Prelek en Joey dat ik echt dacht, wie zijn jullie? Wie zijn jullie? Ja, toch? Want toen waren... Nee, ik herkende ze wel. Ik herkende ze wel hoor, maar ik kan begrijpen dat... Ik dacht dat niet letterlijk van, je bedoelt het meer positief toch? Van wie zijn jullie toch? Dat ze zijn zo volwassen geworden. Ja, maar dat herkende ze niet. Ja, gewoon snor. Ja, gewoon van, ze zijn... Fysiek uiterlijk. Ze zijn in de 20 nu gewoon. Ja, want toen 15... Dat bedoel ik, herkende ze niet direct. Ik dacht dat Jeeves een dikke oom had gestuurd. Ja. Ja, jij kan die jokes maken. Ik had het echt Millman, man. Millman kom ik, zag ik en die man 2 koppen langer dan mij. Ja. Millman is ook gek gegroeid. Want die Joey, dat was vroeger de Zwollenaar, die kwam altijd met Zama hier naartoe. Yes. Ja, dat zei hij ook. Ik had hem in een live met hem erover en hij was niet met Zama gekomen dit keer. Maar waar is Zama niet meer komen? Heen te komen. Ik weet niet, man. Maar wat vonden jullie van de Zwollenaar, Joey? Ik vond hem wel grappig. Ik vond hem dope. Ja, ik vond hem ook, hij was de ijsbreker, eerste battle toch? Ja. Bro, hij had dat gedaan bro, dit is een gewicht om op je te nemen hè. Eerste event, eerste dit, eerste dat, eerste battle van de dag. Zaal helemaal vol, iedereen lid en nu moet jij het gaan doen als eerste. Na 5 jaar gewoon, let's go. En, snap je wat ik bedoel, en hij heeft het gewoon gedaan. Had hij heeft goeie, gedaan, de crowd had ze en de crowd warm gemaakt, alles. Hij had haymakers, hij had alles en hij was lid man. Oké. En Prelek? Ja, hij was een fight. Het was een fight, het ging van links naar rechts. Wat ik heb gezien was links, rechts, man. Jawel man, het was een fight. We hadden een mooie eerste battle. Het was een fight, maar wel een fight met wel een winnaar uiteindelijk. Ja, we gaan geen winnaars benoemen of geen cijfers geven. Maar je mag wel zeggen wat jij vindt. Ik heb niemand, niemand was niet gesmoked. Nee, zeker. Er was een winnaar wel, maar niemand is gesmoked. Nee, maar die Joey met Prelek, je ziet gewoon een verschil. Het was gewoon een mooie eerste battle. Ja, maar Joey die heeft echt opgelet van oké, ik moet grapjes tussendoor maken, af en toe een paar keer.
En Prelex had veel meer op schemes. Die heeft volgens mij 97 JPEG flips gedaan. Waarvan ik niet snapte waarom hij hem dat JPEG noemde. Ja, want zijn naam was eigenlijk niet JPEG. Oh, was dat nee, eerst? Maar zijn artiestennaam is JPEG. Oh, zijn artiestennaam is JPEG. Dus als hij pokkels uitbrengt. Dat makes some more sense dan. Ja. Dat hij OD ging op die JPEG. Ja. En hij maakte wel hele dingen. Maar misschien, goed bij. Maar misschien is het niet zeg maar te vroeg in het seizoen om nu al zulke, zeg maar... Nee, het je is moet, gewoon het, tof. Je moet het echt weten, zeg maar. Want het idee was gewoon super vet. Het was alleen het is een beetje, het is een soort stijlclash, weet je. Je ziet, het is allebei tof nee, als nee, battle. Maar ik heb het specifiek over die JPEG-bars. Ja, zeg maar. Ja, ja. Van, ja, maar het, kijk, het nieuw, voordeel het is... Het is een nieuw seizoen. Niemand kent elkaar misschien nog zo diep dat je echt... Snap je wat ik weet bedoel? Weet je wat dit probleem had gelijk had geholpen? Als hij gelijk aan het begin van zijn ronde zei, nou, voor de mensen die niet weten, dit is Joey en zijn artiestennaam is JPEG. En dan is iedereen gelijk on track van, nu komen er 15 nameflips aan met JPEG. Want zoals je ziet, ik als host, ik stond daar, ik wist ook niet dat Joey zijn artiestennaam JPEG was. Dat hoor je ook nu pas, snap je? Dus als je dat voor de mensen, de andere battlers die ook mee gaan doen in de toekomst, als je overkill op iemand zijn nameflips gaat en de naam is anders dan de naam die hij heeft in de ring, let us know. Zodat we on track kunnen zijn, snap je? Waarom heeft dat hij je veel naam... meer publieke reactie ook gehad en zo, weet je? Dat soort shit. Waarom heeft hij zijn naam veranderd van Zwolle naar eigenlijk, naar Joey en dan heet hij weer JPEG? Van Joey JPEG. Weet ik veel. Undercover blijven toch? Hoe moet Jason Demo dat nou weten, man? We gaan je nou een rare vraag hij is orga, hij is toch orga, man? Alsof hij hij is toch maar in Zwolle woont. We gaan het uitzoeken, we komen de volgende keer terug. In de volgende aflevering. Vraag het gewoon aan zijn moeder. Ik vind het zo moeilijk. Ja, maar die was er niet dit keer. Ja, ik zocht er gewoon. Maar wat ik wel merkte was inderdaad, Joey die begon gelijk gewoon met grappige dingen waardoor je moest lachen. En Prelec die kwam technisch wel heel moeilijk. Weet je, dus zijn rijmschema zat te moeilijk in elkaar. Maar daardoor op een of andere manier, ja, je luisterde wel, het was wel knap. Maar als je vervolgens weer moet lachen bij de volgende ronde van Joey, dan verlies je die battle op een of andere manier. Je hebt gewoon het momentum met het publiek. En de mensen thuis op YouTube zijn ronde meer gaan waarderen. Want ik denk waarschijnlijk dat het beter is ook. En dan kunnen ze beter, toch? Ja. Die bars ontleden. Ja. De mensen thuis op YouTube gaan zijn ronde. Had die Acorn en Joost bar op een gegeven moment. Dat ging helemaal stuk. Maar dan moet je wel weten wie Acorn en Joost is natuurlijk. Maar die weet was echt on point gewoon. Ja, het had te maken met zijn voortanden en hoe hij eruit zag en toen noemde hij hem Acorn Joost. Maar dat is Joost, heet hij? Acorn Joost? Ik weet wat zijn achternaam niet is. Een bekende YouTube dude. Maar het was echt on point, want daar lijkt hij ook echt op. Maar hij had ook die alleenstaande baarmoeder, bars, Jabba de Hutspot. Die battle was een fight. Ja, geen was links en rechts, was een fight. Ja, okay. Maar Kimo, jij was eigenlijk degene die eigenlijk gelijk al zegt, ja, maar wel met echt een duidelijke winnaar. Nou, kijk, nee, ik wil ook niet zeggen dat het een murder was, maar ik bedoel meer van, het, voor mij zou het geen gelijk spel hebben gescoord. Okay. Dat is het meer. Ik wil ook niet hier zeggen dat iemand helemaal inderdaad beetje afgevoerd is op een brancard. Nee, toch? Dat is niet, niet ze waren gewaagd aan elkaar. Het was een battle. Ja, zijn ook vrienden van elkaar, toch? Ja. Ze zitten ook in dezelfde team. Dope. Ja. Dus het was echt een soort van promo love battle, zeg maar. Allebei goed gedaan, man. Ja. Ja. Hoe kijken jullie naar deze twee jongens in het verloop van dit seizoen? Wat verwachten jullie van ze? Niks. Beginnen we met Prelec. Maar wacht even, jij zegt ze zitten in hetzelfde team, maar ze staan alle twee als geen team, toch? Bij mij? Ja, want dat heb ik net uitgelegd. Maar wie, net, welk team is het dan? Ja, dat ga ik nu nog niet zeggen. Let nou eens op, man. Accepteer gewoon dat je dingen niet weet. Ik ga niet spoilen. Nee, ik denk dat ze... Ik je mag wel nu raden als je wil van, ja, ik denk dat ze in deze team zitten. In welke team denk je dat ze gaan zitten? Ik heb geen flauw idee. Nee. Nou, goed geprobeerd. Ja. Nee, ik denk, ik denk dat ze het heel serieus nemen. Als ik gewoon zie hoe ze er vandaag bij... ik vind het toch grappig dat Joey ziet eruit alsof hij een nieuwe comedian kan worden. In de zin van, want het is niet alleen de bars die denk, ook hoe hij erbij staat. Ja, het werkt wel. Allebei verschoppen, hoe dan ook, man. Ja, ze zijn een aanwinst voor elk team. Welke team ze ook heeft genomen, zijn sowieso een aanwinst. En ze kunnen het allebei verschoppen. Oké, dope. We hadden Dan Dubieus versus Dewey ook. Dat was de tweede battle van het event. Iedereen pakt even zijn telefoon. Ja, ik ga even lezen wat was er ook weer in die battle gebeurd? We hebben elkaar gewacht ook gewoon, hoor. Dat was ook best wel een fight, moet ik zeggen, toch? Ja. Het was wel een van de battles waar ik helaas echt last had van het geluid. Dat ik de helft gewoon niet verstond doordat het geluid heel hol bij mij overkwam. Ja. Misschien door waar ik stond, of weet ik door wat het kwam. Ja. Maar ik heb gewoon helaas bepaalde dingen gemist. Maar wat ik heb wel heb gecatcht, was het gewoon wel een fight. Het ging wel over en weer, man.
ging wel over en weer. Het enige waar ik me een beetje aan stoorde was dat die Dan Debieus, het leek net of hij a cappella's aan het rappen was. Dus de delivery van de eerste ronde was net of hij gewoon een verse van een beat had en die ook gewoon zo. Weet je, alsof hij gewoon die beat heeft weggehaald. Ja, alsof gewoon drop de beat en dan ga even doorrappen en dat je wel de flow vasthoudt. Terwijl juist met Marjo, neem even je ruimte, laat je pauze vallen. Weet je, dat was het eerste waarbij ik dacht van hé. Maar dat is het meer wat jij zegt, want als iemand zeg maar, die flow erin heeft, vind ik eigenlijk wel vet ook. Zeg maar, dat je het echt een soort van spit. Ja, maar alleen je moet het laten ademen inderdaad. Ja, ja. Dat je moet echt zeg maar, bars ruimte geven ofzo. Ja, precies. Even iets in de tweede ronde zo. Deed hij dat al een stuk beter. Hè? Alsof misschien heeft zelfs de coach dat ter plekke zegt, hey. Ja, dat is wel de kracht waar we zeggen toch, de kracht van de coaches. Die kunnen inderdaad mid battle zeg maar nog even iets in je oor fluiten. Net als bij boksen, dat je even gewoon, wanneer jouw ronde voorbij is en die andere gaat spitten, nou, dan kan je even in de ring. Maar hoe werkt het in een team? Je hebt de kwaliteitscontrole van de teamcaptain, maar helpen ze elkaar ook? Dat ze luisteren, schrijven ze mee aan elkaars dingen? Dat is aan de teamcaptain, hij moet bepalen. Ik heb alle teamcaptains gesproken ook in live dingen en het verschilt echt per captain. Ja, dus iedereen heeft een beetje zijn eigen strategie. Sommigen vertellen wat meer dan de ander over zeg maar, wat hun strategie precies is. Ik denk dat er geen één team is wat niet met elkaar schrijft. Dat is zeker 100% gaan ze met z'n allen schrijven en shit bedenken voor mensen. Ja, er zijn teamcaptains die dat inderdaad hebben gezegd. Er zijn teamcaptains die bijvoorbeeld hebben gehad over, nou wij gaan niet persoonlijke dingen naar boven halen en andere teams zeggen juist, wij gaan dat alleen maar doen. Weten niet voor niks, Soul Snatcher, zie je toch? Dat soort dingen. Dus het is echt verschillend, man. Ik hoorde wel van een van de deelnemers ook dat zijn teksten al bij de tegenpartij terecht waren gekomen. Oh ja, kijk, dat is maar, fijn, ja. Toen zei ik van, maar hoe kan dat dan? Naar wie heb je het gestuurd? Dat is wel fijn, ja. Maar hij zei dat het naar zijn teamgenoten verstuurd. Dus misschien hebben sommige mensen ook een mol in een ander team zitten of zo. Dat zou het wel heel juicy maken. In hoeverre denken jullie dat zeg maar, deze team shit ook kan leiden tot een soort van GTST-toestanden en zo? Ja, zo ja, 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 weet dat die battle MC's die zijn, zeg maar, die worden heel wantrouwig op een gegeven moment. Ja, op het moment dat dat was hij voor ook al. Ja, maar nog meer man, dit is olie voor dat soort dingen man. Dat is, is maar dat maakt het toch ook leuk, anders heb je gewoon losse battles. Je wil gewoon Dit wordt gewoon een soapserie. Als we gewoon ook op een gegeven moment gewoon een soort gangfight hebben, we in een evenement gewoon dat team 1 tegen team. Nee, dat willen we niet. Crazy. Nope. Ja, ik denk dat het wel gek, want er is dus al een team uit elkaar gevallen. De eerste saus is erop. Maar waarom? Daar zijn we achtergekomen. Die ging je wel vertellen, toch? Nee, ik weet niet waarom. Oké. Okay. Ik weet alleen dat het team van Santios. Hoe heet dat team? Neckbreakers. Oh, ja. Zijn teamgenoten hebben de People Pleaser, waar eigenlijk best wel veel van tevoren. Die naam leeft heel erg. Mensen waren benieuwd naar wat hij zou komen doen. Ja, want hij noemt zichzelf de People Pleaser, weet je toch? Dus. Maar hij is hem please the people. Ik ga deze inkop. Oké, ja. Hij is hem gejaaid, man. Hij is hem gejaaid en Itch die was er ook niet. Maar die was ziek of zo, toch? Ja, zoiets. Er was iets aan de hand. Hij zegt wat je doet. Ik weet niet in hoeverre hun zeg maar voor altijd hem zijn gepeerd of dat zeg maar. Dat time will tell. It's not a good look om de eerste event dat jij je debuut kan maken te no-showen. Dat is not a good look. Either way. Maakt niet uit hoe je die pizza wil snijden, bro. Yeah. It's not a good look, bro. Je hebt ook gelijk wel angles geopend waar je op aangevallen gaat worden, weet je hoe dan ook. Hoe je het ook wat draait, is not a good look. Dus ik weet niet of hun überhaupt durven weer terug te komen, zeg maar. Dus maar we gaan het zien. Maar wat ik heel dope vond, zeg maar, van sowieso de team captains en ik denk voor de mensen die aanwezig waren bij dit event, zagen zeg maar deze surprise. Dat eigenlijk de teamcaptains Gino en Santios, want de People Pleaser zou tegen Remst gaan. En Remst was er volgens mij wel. Nou, ja, daar geen spijt zou doen, begrijpelijk is. Ja, dat snap ik ook. En toen zeiden Santios en Gino eigenlijk, weet je wat, wij nemen die spot. Ja. Ja, dat vond ik wel hard, want ze wisten dat pas gisteren, toch? Gisteren. Zo, big up voor dat, big up voor dat. Ja, dat je dat als coach op je neemt, gewoon en zegt van, weet je wat, we got this. Ja.
En ze hebben hun ding voor één dag prep. Bro. Gino had gewoon een solide ronde gewoon. Ze hadden allebei gewoon zitten. Ja, 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 maar Santias moest op de helft ging die over op, ja, op freestyle. Op karakter, op freestyle. Ja, 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 dat, was, ja, dat is ook prima. Maar, in ieder geval, het stond er wel. Er was een battle. We hadden een battle. Ja, 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 hadden een battle. Ja. Ze hebben zeg maar die lege ruimte hebben ze goed opgevuld. Ja, het was niet, dat je dacht dan liever niks of zo. Nee, het was een beetje af van beide, man. Het was van toegevoegde waarde wat ze hebben gedaan. Ik vond het ook. Ik vond het fijn. Het is niet easy om één dag prep en te schrijven en te memorizen, bro. Ja, dan. Vooral dan. Bro, en schrijven en memorizen in één dag prep, bro. Ja, ja. Dus ik dacht dat ze begonnen. Ik dacht, oké. En hij gaat door. Ik dacht, ja, man. Netjes, hoor. Ja, maar dan zijn de veteranen, hè. Ze hadden besloten om één round unlimited te gaan. Dus eigenlijk gewoon van, oké, we zien wel waar het eindigt, zeg maar. Mm. Maar ik had bij geen van beiden, nou ja, inderdaad wat je zegt, bij Santios misschien, maar die heeft het mooi opgelost. Het gevoel van, oh shit, zeg maar, ze weten het niet meer. Heel mooi, alsof het gewoon echt... Petje af, man. Toch? Prestatie, man, boys. Prestatie, wat is jullie het meest bijgebleven uit die battle? Van die? Ja. Ik denk die ene dat zei, als je niet kan freestylen, ben je geen rapper. En die eindigde toen, hoe ging dat precies? Ja, als je Gino heeft, Gino heeft, dan ben je geen rapper. Omdat iedereen dat al 10 keer aan het zeggen was. Ja, dus zeg maar, Maar dat is misschien ook waar we het net over hadden, weet je. Dat je bepaalde rappers hebben die, als ze battle, lijken net of ze een tekst aan het rappen zijn. Santios is een beetje tegenovergesteld daarvan zijn stijl. Je hebt altijd een soort van losse elementen. Opeens gaat hij vertragen, versnellen. En dit was ook weer zo'n ding. En dat vind ik ook heel tof aan wat hij altijd deed en nu dus ook weer doet. Ja. En ik ben gewoon heel benieuwd of hij dat ook in zijn team de inschuift, weet je. Dat wil ik zien. Maar dat heeft hij geprobeerd. Ja, hij heeft geen team nu. Ja, ze zijn weg. Maar er zijn ook mensen zonder team misschien kunnen die. Ja, misschien een wisselwerking. Tim, wat is jou het meest bijgebleven van... Ja, ik heb niet uit mijn hoofd. Aan het begin zei Gino iets over, die maakte een referentie naar dat hij zijn team niet kon vasthouden of zo. Ja. In die zin was... Het was niet eens specifiek, maar dat was gewoon een goede man. Dus dat, ik weet dat Gino had er ook even, gooide ook een soort van scheme erin over die teams, toch? Weet je ook wat rijmt op neckbreakers? Wegwezen. Al je teammates dachten van wegwezen. Ja, heavy. Actual bars werken altijd. En gewoon één dag van tevoren voorbereid. Maar dat is vooral wat is bijgebleven. Sancho, dat is veteranen shit dat we hebben gedaan. Ja, maar het was ook nog gewoon niveau. Het was niet eens een afgeraffel. Dat is waarom zei je daarom. Ja. Maar Santjes had natuurlijk ook gewoon, zijn halve verse was eigenlijk meer een soort dis naar zijn eigen team. Terecht. Maar ook excuses aan tegenstanders, weet je, echt netjes opgelost. Ja. Dat is netjes, man. En voor Gino misschien zeker net zo netjes, want die hoefde dat niet te doen. Maar die zei ook gewoon, oké, ik doe het ook, weet je. Dus echt voor allebei echt petje af, man. Ik vind dat bij Santjes sowieso al sinds seizoen 1 echt respect voor de culture of zo. Dat altijd al uitstraalde bij hem. Santjes was er vanaf het tweede event ook, hè. En Gino was vanaf het eerste event. Als jury dan. Ze zijn allemaal day one POB'ers en ze hebben het laten zien. Ja. Dus voor de rest die dit seizoen nog mee gaat doen, als Gino en Santos met één dag prep niet choken. Je kan het. Goed punt. En ik denk dat ze allebei ook wel hebben laten zien waarom hun nu teamcaptain zijn. Toch? Yes sir, Maar een stukje ook wel grappig waar Santos over het aantal clips wat Gino dropt en zo en dat hij het zelf niet meer kon bijhouden terwijl hij zichzelf filmt. Dat vond ik ook wel grappig. Ja, die battle was lid van hun gewoon. Sorry. Ja. Die battle met één dag prep van hun was more entertainer. Training dan sommige battles die ik heb gezien met 3 maanden prep. Ja. Waarin er werd gechoked en zeker. Ja. Snap je? Ja. Dus laten we vanaf dit die level omhoog tillen en hier houden. Want het is weer wat je ziet is toch wel level up shit wat je ziet, bro. Snap je? Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje de saus. Je hebt toch Team Santios is even. Ja, ik weet dus nog niet precies hoe het zit, zeg maar. Ik wil niet eens stiekem doen of zo. Ik weet gewoon niet. We merken het dus we gaan het zien inderdaad. En mocht het zo zijn dat Santios nog mensen kan gebruiken in zijn team, dan gaan we natuurlijk volgens weer... Dat zei hij ook, toch? Dat zei hij ook op het einde. Meld jullie aanmelden, mensen. Je kan je nog aanmelden, pobteams.nl. Santios heeft laten zien, denk ik, waarom hij een hele goede teamcaptain kan zeker zijn. Dus, ja, man. Maar we waren bij Den Dubieus en Dewey. Is dat ook een battle waar jullie denken, duidelijke winnaar? Net als die pre-Den Dewey? Die vond ik vrij gelijk opgaan. Ja, ik was een beetje aan elkaar gewacht, joh. Dat was aan elkaar gewacht. Dat is zo'n battle, je moet gewoon even kijken wat vindt het publiek, hoe stemmen hun op. Ik ben benieuwd hoe het op hun overkomt. Want voor mij legt het aardig dicht bij elkaar. Je kan een case maken van dat je even zegt hij heeft gewonnen. Je kan een case voor maken dan dat hij heeft gewonnen. Die een had meer performance, die deed een beetje gimmicky erbij. En die andere was toch iets more lyrical. Snap je? Dus
hou je van. Ja. En wie vond je dan meer gimmick en wie vond je meer lyric? Aan de linkerkant, dat was Dan Dubieus volgens mij, Dan want hij had een line in de ene van Dewey. Hij was een beetje geanimated, hij deed een beetje moves hier en daar, snap je? Dus dat is meer die performance kant. Hij deed die performance erbij. Juist, en die andere, Dewey was meer nog iets more bar heavy dan hem. Minder gimmick, more bar heavy. Dus waar ligt je smaak? En waar ligt jouw smaak? In battle rap is dat echt een eeuwige discussie trouwens. Want er was afgelopen weekend weer een toernooi voor 100k in Amerika bij URL. Ja? En dan was er ook weer een beslissing dat ze iemand hebben laten winnen met performance. Iedereen flipt dan van, broer, dit is een rap battle. Die degene met topere gekke bars moet winnen. Niet degene die er een leuke show van maakt. Dus het is iets wat eeuwig blijft. Het is allebei heel belangrijk, denk ik. Of ga je voor de bars, weet je? Ja, het is de balans tussen dat, daarbij de perfecte battle MC in my opinion. De balans je hebt de bar heavy MC's. Je hebt de performance. Ja. De perfecte battle MC heeft ze allebei. Maar, you know, het is een focus ding. Ik ben iemand van de bars in ieder geval. Ja. Ik ben van bars. Alle twee, om het goed te doen heb je het alle twee nodig. Maar ik zie wel dat de basis zijn bars. Ja, vind ik wel, man. Ja. Het is net als de patat, zeg maar. Je hebt een goede aardappel nodig om die patat te kunnen bakken. En daarna heb je een saus nodig om het echt af te maken. En ik zie de performance. Dat is meer de saus. Ja. Alright, maar als je gewoon, wat vind je dan wel, als je alleen performen, maar je hebt helemaal geen bars, dan is het een beetje clownesk. Kijk, de ene zonder andere is weg. Niet, vind ik. Chalamang of het ontbreekt, zeg maar. Het ene zonder het andere is ontbreekt. Kijk, okay, dan ga je me ook helemaal zo strak aankijken. Je wil gewoon shade gooien. Nee, totaal. Kijk, Chalamang is de baas. Maar kijk, hij heeft natuurlijk wel daar iets van weg, zeg maar. Het entertaining of soms clownesk, maar dat bedoel ik niet per se in zijn geval. Hij is alleen saus volgens jou. Nee, helemaal niet. Maar hij is gewoon een heel entertainend figuur. Dus hij zit weer in een andere. Hij heeft geen partij. Chalamang is een performer. Hij is echt gewoon inderdaad gewoon een entertainer. Chalamang is gewoon Chalamang. Dus dat kan je maar over het algemeen. Maar vind je het daarmee lastiger om een battle te winnen dan? Als dat zeg maar je uniek selling point is? Of dat is. Nee, dat hangt er vanaf. Maar gewoon de basis van wat je hier aan het doen bent, is dat je bars moet hebben. Ja. Die haymakers, punchlines, die aankomen. Punch-out battles. Heeft iemand op performance gewonnen van iemand die bars had, maar niet de performance. Ja. Dat performance trekt de crowd, snap je wat ik bedoel? Als je dat over die twee factoren hebt, ga naar de volgende battle. Soms EXO Smooth. Soms EXO deed allebei. Ja. Ja, hij is voor mij de verrassing van de dag. Ja. En als we het toch over hem hebben, by far. Ik zal eerlijk zeggen, je kan hem ook vragen, ik heb hem persoonlijk, net als hoe ik in seizoen 1 Kaaskoes persoonlijk heb benaderd van EKC, come spice up this shit. Okay. Want ik had al tracks gemaakt met Kaaskoes. Soms EXO ken ik weer van Funk. Want eerder, ik heb een project met Funk gedaan, een Cyclo en Noozy. Soms EXO, die rolt met Funk. Funk liet me vaak tracks horen van hem en Sense met Soms EXO. En ik zeg van, hey bro, en toen Porsche had kwam met die teams, ik zeg tegen Soms EXO, bro. Meld jij bent zo bar heavy, bro. Ja. Als je daar performance aan toevoegt, ben jij een big problem in deze league. En hij had dat dus vandaag in zijn hij moest er even vandaag over nadenken. Ja. Volgende dag zegt hij van, jawel man. Oké, dat is goed. I'm gonna do it. En toen was hij ook bijna. Hij kent ook waarschijnlijk Insano of zo. Kent ja, want hij zit hier bij Way Back met Insano. En ja, die link was zo gelegd, man. Ja, en ik zei hem net ook van: hé, wat jij vandaag hebt gedaan is precies wat ik jou zei, wat ik in jou zag, bro. Ja. Add performance bij de bars die je hebt, bro. Hij had ook meegedaan met die challenge van mij toen. Die ik had op Phoenix een challenge. Ik weet niet hoe mijn fucking challenge heet. Hoe de fuck heet er een ding? De Comeback 2020 challenge van Phoenix. Ja. Had ik een challenge gedaan en hij heeft die gesmoked. Gesmoked. Okay. Je wist het al een beetje. Dus daar zag ik al van, deze man heeft die challenge. Jij wist al van, deze man hij kan in POB koud gaan maken. Ik zag het al van, deze man kwam in die tweede ronde. Hij zei alleen, Wailand boy, Maar dat snap je nog, dan snap je fucking battle rap, bro. Dan snap je battle rap. Zoiets simpels, bro. Zoiets simpels. En heel die koude zat. Hij heeft me wel doorgeskipt. Hij heeft me helemaal doorgepakt over Dreds, Willem, Engel, broeder, verstaan. Maar het grappige, ik sprak Insano nog na afloop van die battle. En hij wilde Insano wel, maar hij zelf wilde dat Wailand Boy eigenlijk niet erin hebben, want het is best wel een simpel stukje in vergelijking met wat hij kan natuurlijk, weet je wel. Dan kom ik veel met Rastafari, Agrarisch, rare moedervlek van Badahari, echt keihard. Maar juist omdat je al die eerste ronde helemaal technisch hebt gevuld, was het juist meer een soort adempauze. Terwijl dat het even nice is, dat het even niet zo... Terwijl als je alleen nog maar een 6 of een 7 hebt gescoord en je gooit die Wailand Boy erin, dan klinkt het meer als wat doe je met je tijd, weet je? Maar nu, het paste precies, man. En die ruimte heb je ook goed gepakt en het werkte. Ja, heel goed. Ook het publiek ging... Maar dat is het. Iets wat heel simpel is,
Kijk, dat is het. Als je een creatieveling bent, dan denk je van, ja, dat is heel simpel. Dat heb ik zo bedacht. Yes. Het gaat niet om het simpel. Het gaat om dat het fucking herkenbaar is. Omdat iedereen gelijk... Bro, hoe vaak heb je die koude Island Boy bullshit gehoord? Ja, en ik heb nog nooit aan Weiland Boy gedacht. Deze man Weiland kijkt boy, op ja, A, hij zegt Weiland en... Je weet gelijk, hij landde gelijk, hij stapte, ja, hij landde, ja, bij iedereen. Ja, 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 ja. En die man had het zwaar. Maar wat vonden jullie van Smooth? Hij zit bij Team België van, ja, Fiction. Ik vond dat hij was wel de betere Belg van vandaag. Ja, okay. Dat is niet eerlijk om te zeggen. Nou ja, hoezo niet. Er waren twee uit België. Ja, nee, beter, en eentje die kreeg de crowd toch best wel gemoed. Ja, hij deed wel leuk. En bij die andere kwam het gewoon niet door. Ik heb mezelf nog een beetje gecoacht van, hey, slow down je delivery. Ja. Dat mensen een beetje beseffen wat je zegt en zo, weet je. Ja, 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 maar ja, de ding is, hij heeft toch de crowd gepakt en zo, weet je. Dus, ja. Okay. Maar super constant. Maar de hele tijd een soort van op een zeven kabbelend, zo twee rondes lang. Hij had gewoon het pech dat hij tegen soms Exo moest, man. Ja, dat ook. Hij was outclassed. Het is toch het stukje van dat je je teksten moet laten ademen, is denk ik nog belangrijker voor de Belgen, omdat ze gewoon voor ons gewoon moeilijker te verstaan zijn. Het is ook letterlijk wat ik hier opschrijf. De Belgen zijn lastiger verstaanbaar, dus dan moet je toch echt langzamer praten. Okay. Ja, is oneerlijk, maar is zo. Ja. Wat zijn jullie verwachtingen dan van team, want er is een team België natuurlijk, die heel dit seizoen gaat meedoen. Wat zouden jullie ze meegeven dan? Gewoon in je hoofd houden dat... Het is heel, heel vervelend, maar je bent wel in Nederland en het publiek is grotendeel Nederlands. Als je het publiek op je hand wil hebben, kijk, dat zegt niks over hoe misschien mensen straks online gaan stemmen. Want daar kunnen mensen uit België ook meekijken. Ja. Maar de zaal zijn mensen Nederlands. Dus je moet wel echt zorgen dat mensen je kunnen verstaan. Weet je? Ik vond zoals hun coach deed. Fiction, ja, deed Fiction, perfect, Nederland. Fiction Nederlands ging. Hij wist precies de delivery zo te doen dat het te volgen was voor iedereen. Je wederheid is voor je wederheid, die Franslijn of zo. Want je wederhelft is Franslijn. Die liet heel die zaal ontploffen, bro. Iedereen kon het goed volgen en goed verslaan. Ja, ja, ja. Goed verstaan. Dus het is echt eigenlijk iets meer rust, iets meer adempauze. Ja, echt. Iets meer laten, je toch? Je delivery en performance een beetje bijschaven. Ook misschien makkelijkere woorden gebruiken of zo. Ja, maar dat is een beetje in de rem, omdat het Belgisch natuurlijk veel meer met het Frans ook verweven, weet je. Ja. Dus die hebben gewoon, ja, wat is het juiste woord ervoor, weet je? Meer zangerige taal gebruiken. Qua uitspraak, maar ook inderdaad qua woordenschat. Het is gewoon... En ze gebruiken al wat ouderwetsere woorden. Wat voor ons chique een beetje, ja. Die boze, die zei op een gegeven moment... franchise. Wat gewoon franchises. Ja. Een franchise, maar blijkbaar noemen ze dat franchise. Maar het klinkt gewoon sick. Geen bezoek met een franchise. Waarschijnlijk is dat gewoon daar heel normaal. Maar, en dan komt dat ook goed over. Ja. Maar ik dacht echt van, wat zeg jij nou weer? Kijk, Team België. Maar op zich, weet je wat dat is? Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je als Nederlandse battle MC naar Amerika of naar Engeland gaat om te battelen, dan moet je daar ook zorgen dat je gewoon goed verstaanbaar bent en niet met je plat. Ze hebben eigenlijk een Nederlandse snitch nodig, man, die gewoon met hun gaat zitten en dan denkt van, hoe kunnen we dit zeg maar een beetje aanpassen om het goed te laten lopen. Maar waarom snitch gelijk? Om iemand die dan zegt... coach, maar het wordt ja, ik bedoel zeg maar een coach, maar iemand die zeg maar Nederlands snitcht en dan zeg maar de Belgen helpt, zeg maar, dat bedoel ik. België moet gewoon gaan kijken naar Fitch's battle tegen Jeeves, dat was de beste performance van een Belg in Ponchal tot nu toe was Fiction's battle tegen Jeeves. Ga gewoon rustig kijken, spoel terug, zet pauze, hoe heet het ding, PowerPoint presentatie erbij, al die shit. Dan zie je hoe de fuck het moet, man. Ja. Kickboxers, MMA fights, wanneer je tegenstander hebt, ga je ook tape studyen, study the tape. Fiction leek de blueprint voor jou. De timing, delivery, verstaanbaarheid, alles ligt daar voor jullie. Nou, weet je, moet het voorgekoud worden? Hoeveel moet het voorgekoud worden? Ja. Ga bestuderen. Gaat goed komen, man. Maar wat vonden we van deze dan tegen een Belg? Nee, maar wat... Ja. Dat is de volgende. Ja. Boze tegen. Hey, deze heeft hem gesmoked. You got deze heeft hem gesmoked. Ja? Dit was wel smoke. Ja. Dit was wel smoke. Dit was smoke. Dit was smoke. Maar jij gaf eigenlijk net al aan dat je Boze zijn delivery, zijn performance niet echt... Kijk, heel wat is ontgaan door Boze, omdat één, het geluid was niet 5 sterren optimaal E+. Door een beetje, weet je toch, hier en daar een paar ietsjes, weet je toch? Ja. Ja, ik kon hem heel goed verstaan. Ik stond onder speakers, ik kon hem helemaal verstaan. Ik ook wel, ik kon hem goed verstaan. Ik had er een beetje problemen mee, maar naast dat, twee.
wat wil je dat zeggen? De verstaanbaarheid, je komt uit België, misschien andere woorden. De daarom, slow tempo, it down. Slow it down. 3-4 versnellingen omlaag, man. Ja. Snap je? Ja. Dan heb ik hem persoonlijk ook gezegd van bro, slow it down, want ik heb zelf niet alles kunnen volgen. En met als resultaat Taser, met om in ervaring, die gaat smoked, bro. Taser heeft hem gesmoked. Ja, maar dat was ook wel zo. Want, dat was ook wel zo, want ik kon op zich alles wel verstaan. Ja. En het was niet slecht wat boos deed, helemaal niet hoor. Als je gaat luisteren, denk je, oké, dus dat is best wel tof. Maar heel wat ging over hoofden heen, langs hoofden. Dat is het, en dat geldt voor meer rappers, weet je. Dat je het gewoon wat langzamer moet doen. Een hoop dingen, die mis je gewoon. En zeker inderdaad met het Vlaams. Ja, het is want dat is eigenlijk juist, hè, Vlaams. Dat maakt niet uit, voor onze Vlaamse vrienden. Maar het is oneerlijk. Ze zeggen de hele tijd Belgisch, dat bedoel je. Ja. Belgisch, Vlaams. Vlaams, maar niet uit. Same shit, different toilet, bro. Inderdaad. Maar het was niet eens een soort Titanic scheme, die was best wel tof, weet je. Met allemaal zijwegetjes die hij daar op insloeg. Ja. Maar ondanks dat, ook met verstaanbaarheid, was deze wel gewoon beter. Ook met bars en met, die was gewoon, dat was de body, was van gewoon de hard. Dag, ja. Zelfverzekerd, geen jokes. Ja, hij was een heel stuk relaxed. Je ziet gewoon, die man heeft meer ervaring opgedaan in zijn leven. Ik denk waar we het net over hebben, het gevoel misschien van een coach hebben. Iemand die een soort van, je toch? Ja, je bent ook 4 jaar ouder. Ik denk, door je akkertje ga je misschien 5 keer rehearsen in een week en met die coach 10 keer of zo, weet je. Ja. En zoiets simpels, zoiets kleins kan al het verschil maken. Maar hij zei natuurlijk bij die face al, zei hij al van, ik ga dit seizoen ga ik niet choken. En hij deed het. Hij heeft het seizoen is nog niet voorbij. Hij had veel goede setten. Maar van wat ik zeg maar heb gezien in de battle vandaag, heb ik er volle vertrouwen in dat deze dit seizoen... Ja, hij had veel goede setups, man. Kan je even een paar lines noemen die jou echt bij zijn? Nee, ik heb niet. Ik weet alleen dat ik gewoon aan het kijken... Ik heb hem gewoon echt gewoon geluisterd en gewoon echt en niet, ik ben niet gestopt om even wat te noteren, man. Ik weet alleen dat, ik heb erover geschreven dat me opviel dat hij echt setups had van 4 tot 8 bars die echt zeg maar van alle kanten terugkwamen met een mooi rond verhaal. Hij liet echt zien hoe je zeg maar, niet, je hebt toch sommige setups van 8 bars die dan pas leuk zijn bij de 8e. Mm. En bij hem was het zeg maar, hey, hij blijft hierop hangen, al die bars, hij raakt over dat onderwerp. En dan kwam nog zeg maar, dat was een setup zeg maar. Daar had hij er 2 van volgens mij. Had hij met die vriendin en dat ging over poepen. Want natuurlijk in België leuk is. En toen wist je al wel, oké, er kom je stof en dat kwam ook. Dat is de Johnny Depp shit van die Amber Heard case. Dat was een bodybag of the day, man. Ja, die was sterk. Dat was een bodybag, dat was smoke. Ja, leuk. Maar Taser gaat helemaal goed komen. Zou je er geld op inzetten dat die rest dat hij niet? Dat is vandaag gebeurd. Mensen hebben er geld op ingezet. Hebben mensen gewet vandaag of Ike heeft €200 verdiend aan het feit dat Taser niet chokte. Ja, 2 mensen hadden de bank gezet dat hij zou choken. Ja? Ja, Ike heeft hem aangenomen met die weddenschap. Ja. Dope. Lekker maar. Ja, Ike wel een beetje geld terugverdienen van vandaag. Ja, kost veel geld man, ondanks Big up Taser man, Big up Taser. Blue en Peter Akkerman. Ja, daarna eigenlijk waar we het net over hadden, Ish was natuurlijk niet gekomen. Mr. Satisfied heeft wel gekozen om een spaz out te doen, Rapst natuurlijk niet. Wat vinden we eigenlijk van sowieso het fenomeen spaz out? Is toch aan de MC zelf, man, weet je. Kijk, vind ik ook, je hebt zo voorbereid en kijk, de ene heeft iets van, I wanna get my shit off. En de andere heeft iets van, dit is fucking zonde. Ik wou het doen tegen een tegenstander en dan gaat zomaar mijn clip empty in de lucht. Zonder dat ik wat raak. Dus het is echt, in mijn opinie, verschilt per persoon en, weet je toch? Weet je wat wat me opviel, is dat als je verse heel persoonlijk is en echt over die andere persoon gaat, dan is een spaz out veel toffer, vind ik, als wat er nu gebeurde. Nu had hij best wel gewoon oppervlakkige dingen die grappiger zou zijn als je een vrouw tegenover hem ziet staan. Ja. En nu, er is helemaal geen vrouw dan, en hij staat zeg maar van, want vrouwen, dit en dat. Ik vind, oké. Het is nog anders, de bars landen niet, omdat niet iemand tegen... Als je een spaz out ziet die echt over iemand gaat met allemaal shit van, jij was die. Die zijn dan van, omdat je dan weet over wie het gaat. Ja. Dat mis je in dit geval. Klopt. Ik denk, je hebt wel gelijk, want zeg maar, aan het begin van zeg maar, zijn spaz out riep die Lubrano toch? Ja, hoe ik een vrouw met 1 vinger kan laten komen. Binnen een minuut met 1 vinger. En die hitte ook het hard. Heel hard, omdat Lubrano zeg maar, zij was het leidend voorwerp, om het maar even zo te noemen. Oké. Dus jullie zijn wel
Nee, maar ik vind het wel tof dat hij gewoon gedacht heeft van fuck it, ik doe het gewoon, want ik ga dit later doen, ik heb er niet voor niks voorbereid. Ja, en wat ik tof vind... Het was veel tijd toch? Ja toch, dan word ik een keer te op. Sommigen hebben niet van ja, dan word ik een keer maar en ik vind het gewoon grappig dat hoe hij rapt ook gewoon echt past bij hoe hij eruit ziet. Hij is gewoon het plaatje gewoon. Als je, zo, als je hem over straat zou zien, dan denk je, nou, een aparte guy. En als je gaat rappen, denk je, ja, hij is een aparte guy. Zijn taalgebruik is zo apart, weet je wel. Echt zo van... Je kan het ook, je kan het ook niet plaatsen. Je kan het niet plaatsen. Hij heeft gekke lijns ook altijd, gekke woorden die hij gebruikt. Echt tof, ik vond dat tof. Wat verwachten jullie van Mr. Satisfied, Team Sykes? Ik verwacht Mr. Satisfied van Mr. Satisfied, man. Wat hij vandaag heeft gedaan is wat ik van hem verwacht eigenlijk. Met een goed seizoen voor hem. En hopelijk met de tegenstander. Ja. Ja. Ja, dat gaat het leuk doen. Hij is altijd op zijn best, denk ik, toch? Ja. Ja, toch? Oké. Dus jullie hebben wel vertrouwen met Mr. Satisfied. Hij heeft gedaan wat je van hem verwacht, man. Wat hij vandaag deed is wat je verwacht van Mr. Satisfied. Hij dropt één lijn. Ik zou het alleen denk ik wel tof vinden. Het is al gelijk bam. Om hem... Eigenlijk koppelen we, is hij best wel vaak gekoppeld aan mensen die, waarvan je denkt van, oh ja, logisch dat hij tegen die en die battelt. Ik zou hem bijvoorbeeld ook wel eens in één keer tegen Mitch willen zien battelen. Style Clash. Mm. Nee, toch? Waarvan je niet verwacht dat hij daar tegen hebt. Want zeg maar dat intimiderende wat Mitch probeert te doen. Mm. Als je dat tegenover Satisfied zou doen. Ja. Dat iedereen, wat sta je nou intimiderend tegen hem te doen? Het slaat dood, zeg maar. Dat is letterlijk toen ik tegen hem stond bij geen dader van woorden. Ik deed tegen iedereen intimiderend. Iedereen keek een beetje zo. Ik deed bij hem. Hij keek me zo aan van mij even sukkel. En toen had ik gelijk verloren. Ja. In principe voor het gevoel van de zaal. Omdat hij had echt zoiets van, ja, kijk, tof doen. Maar nog meer redenen waarom je verloren hebt. Ja. Maar oké, maar het was één van de redenen. Noem maar even nog twee. Ja. Nog twee redenen waarom hij is knapper en een betere rapper. Beter. Autistisch, als onthouden van de hele dag. Ja. Hey, Tim, als je een beetje geheugen hebt, ben je autistisch. Is er een battle die hij ooit heeft gewonnen voor jou? Ik heb maar één keer gebeld. Ja. Nee, wij hebben natuurlijk heel veel getoerd samen, dus toen natuurlijk het zo vaak. Alleen de officiële ding, de officiële die heb ik van hem gewonnen, dat is het. Maar voor de rest, we hebben zoveel. Dus. Okay. En ik heb in het leven dan weer gewonnen. Stel, jullie vier zouden nu gaan battelen, wie zou winnen? Goeie vraag, man. Weet ik zou sowieso niet winnen. We zijn allemaal niet meer in de actieve... Ik zie Kimo als mijn lief. Ik denk Kimo. Ik weet het niet, maar weet je, het is, ik vind wel dat je altijd moet geloven dat je in ieder geval kan winnen. Ja, begrijp wat ik bedoel? Dat je in ieder geval voor gaat. Want zeg maar, Gino en Santios die gingen vandaag zeg maar de ring in. Ik zou het wel lauw vinden om zeg maar. Ik ben één ding. De allerlaatste battle van het seizoen. Dat gewoon ook juryleden gewoon een battle gaan doen. Altijd met de motherfucking smoke, man. Jullie twee tegen elkaar. Nee, wij kunnen dan niet. Maar wat voor battle heb je het eigenlijk over? Ik had meer. Gewoon in de punch-out. Ik denk, je zit daar aan die kant van de tafel. Dat kan ik helemaal niet onthouden, allemaal. Maar ik heb er wel bewondering voor dat mensen zulke lappe teksten kunnen schrijven en onthouden. Oké. Bij mij zei echt, moet je gewoon een beat... Hij zei, het begon met freestyle. Bij mij moet je gewoon een beat aanzetten. Ja, freestyle mag ook. Oké, freestyle battle mag ook. Dan verlies ik nog steeds. Ja? Ja. Je hebt laatst nog albums uitgebracht. Dus ja, freestyle. Hij is de actiefste rapper. Je zegt, album uitbrengen is pen. Je pen en freestyle zijn twee verschillende aspecten. Ik kan niet freestylen. Je hebt voetbal, je hebt straatvoetbal. Oké, wie zou winnen in een geschreven battle? Tim zijn pen is fit as fuck. Je hebt die Mike Timmer project gehoord. Wie van jullie zou winnen in een geschreven battle? Als jullie nu 5k op tafel leggen, ga ik jullie allemaal huilend naar huis sturen. Ja. Allemaal huilend naar huis. Zet 5k, iedereen gaat huilen naar huis. Ik heb niet van als je mij van die 5k, als je mij van die 5k 1000 euro geeft, dan doe ik helemaal niks terug. Mag ik gewoon rappen? Is gewoon cool. Pas je mij die 1000, gaan we gewoon los. Dan choke ik gewoon. Ik choke gewoon naar 2 bars. Zet ik 100 euro op. Ja, choke. Ja. Gaan we gewoon. Sorry. Oké. Okay. Nee, maar ik weet niet. Kijk, ik ben meer punchline, zet de punchline georiënteerd. En klop is eindeloos, bro. Dus als het een marathon wordt, gaat Klop ons allemaal wegsturen. Allemaal. Ja. Hij houdt de top en als het set of force is, weet ik niet. Want zeg maar, Tim kan net weer die ene beide handen line bedenken. Die ik toch, I don't know, bro. En Kimo aan. Dan? Die heb je helemaal niet genoemd. Fuck Kimo, joh. Nee. Ik zei zoals ik zei aan het begin, het zijn 4 veteranen. Ja, maar genoeg over ons. We gaan door. We hebben nog 2, wat in een main event en een main event, zoals Excellent het mooi noemde. De main en de co-main, maar inderdaad. Co-main events, laten we het even zo noemen. Mitch Tonchi. Hard. Ja. Ik vond dat de battle van de dag. Ik vond dat ook de battle van de dag, man. Precies hoe ik die battle voor mij zag, is precies waar het uitgesproken. Ja? Ja, bro. Tuurlijk, man. Denk even na, man. Je moest wel 2 keer tussenkomen, hè? Huh?
Huh? Je moest er twee keer even tussen komen met een beetje heat. Ja, het was wel even een... Het was kut, ik kon het niet goed zien, want ik kon het hier goed horen. Ik stond naast de klopdokter. Van de strijd. Daarna rende ik maar naar boven om het beter te kunnen zien. Weet je, ik dat had niet per se het gevoel van, oké, ze willen echt fitting met elkaar of zo. Nee, maar voor het beeld was inderdaad meer de... Het was meer de wrong idea. De spanning was er wel. De spanning was zo hoog, ze konden het even niet... Die battle was precies wat ik had verwacht, bro. Ik heb Toontje toch gezien in de finale reeks ook. En Mitch heb je ook in de finale reeks gehad. Dus als je hun battles... Stef en daarna nog die Mitch Jensel had eerste Crocker. Keus volgens mij. Ja, eerste keus. Bro, als je hun finale en de organisatie had hij ook even nog gewenst. Als je hun finale battles kijkt van de Next Gen reeks, bro, en je denkt alleen maar van bro, als je dat tegenover elkaar zet, dat is hoe ik het zag. Ik vind het, van bro, ik vind het grappig hoe, hoe Mitch zeg maar eerst de aandacht van het publiek kreeg, omdat we allemaal dachten, zo nou van Mogol. En dat is doorgegroeid naar dat hij de aandacht pakt en er echt wat mee doet. Ja. Dus het is zeg maar van het uit zichzelf gewoon krijgen naar het echt gewoon pakken en meespelen. Ja, en hij noemde het ook. Allebei stuk gemaakt. Ja. Elke ronde was fire. Ja. Mitch fire, Toontje fire, Mitch fire. En eindelijk wil je gewoon die derde ronde toch erbij hebben. Ja, eigenlijk wel. Dit was niet een gejudged de match, maar... Daar had ik het ook bij inderdaad. Dat ik wou die derde ronde timer voor die derde ronde. Ja, die gewoon super tof was die battle. Ja. Die wil ik gewoon meer. Ze komen naar het volgende event, live event, dan zie je drie rondes. Mitch en Toontje hebben de kijkers gewonnen. Het publiek heeft gewonnen. Ja. Ik kan je wel zeggen wie in mijn opinie zou gewonnen hebben als ik moest kiezen, maar... De kijkers, allebei de kanten was fire, man. Maar ik vond het ook toch, ze hadden allebei een duidelijke angle, ook zeker in hun eerste ronde. Mitch had zijn eerste ronde eigenlijk over het familieverleden van Toontje, weet je, over zijn vader die hem mishandeld had. Dat wordt gelijk een soort van heftige bijspraak. Ja. Toen kwam Toontje, het interesseerde mij niet eens. Die kwam opeens terug dat hij een soort tokkie was, weet je. Zo, maar hij kon echt zo, I don't give a fuck attitude hebben. Die gold digger, maar zo over gold digger. Zo, ze zitten altijd achter je, waar jongen. Ja, ik was echt. Hij pakte de telefoon en zei, hallo? Ja. Ik ging koude stuk. Ja, deze battle had net zo goed ook gewoon de main event kunnen zijn. Ja, want ik was bijna het random dat de ene naar de andere kwam. Er moet toch eentje voor de ander komen, maar het kon ook andersom geweest zijn. Snap je? Easily. En wat ik ook zo bijzonder vind bij Miz, want hij komt super, hij schreeuwt ook, weet je, hij is super agressief. Dat kan heel snel irritant worden. Op een of andere manier, hij blijft... Net binnen dat lijntje waardoor het tof blijft, weet je, waardoor je die spanning. Misschien hebben jullie dat niet hoor, misschien vind je hem af en toe. Mitch heeft zijn stijl gemasterd. Ja, het werkt. In die run van de Next Gen heeft hij gefine-tuned en gesleuteld op zijn stijl echt. Ik denk als hij nu nog extra erbij zou leren om ook kalm te doen op bepaalde momenten. Dat hij nog een niveau hoger kan gaan. Als hij erbij zou leren dat hij in één keer, als hij in één keer zeg maar heel blij. Oh, dus jij denkt dat dit. Weet je van, oh shit. Ja. Weet je, maar dan gaat hij niet. Want dan ga je wachten van, oké, wanneer ga je weer schreeuwen? Wanneer ga je weer, dan ga je die spanning echt maken. Ja, niet echt die ademruimte. Die ademruimte heeft echt meer te maken met hoe je teksten afvuurt. Dat doet hij al goed. Dat doet hij goed. Maar het gaat nu om de intensiteit. Ja, en hij is altijd zeg maar op die hoge. En af en toe moet hij ook even die lage energie. Het hoeft niet, maar het zou. Mitch, Matt is match today. Dat ga ik je wel zeggen. Zeker. Toontje is misschien zijn, ik weet niet, misschien is dit een saga of zo wat ontstaat tussen deze. Ik zou dit nog een keer willen zien zelfs, bro. Ik zou gewoon een rematch willen zien tussen hun twee, bro. Ik neig zelf naar Toontje eerlijk. Ja, ik neig naar Toontje. Ik vind van wel, man. Nou, ik vind het altijd meetellen dat ook al... Hij leek gewoon geïntimideerd. Wie? Toontje, aan het begin. Zeg maar, hij was niet geïntimideerd, maar omdat Mitch zat heel de tijd in zijn aura. En je zag gewoon dat het hem wat deed. Dat als hij moest beginnen. Ja, hij was even aan het stampelen in het begin. Shook is een te groot woord, maar het raakte hem. En hij wist niet goed hoe hij daarmee om moest gaan. En daardoor kwam hij zeg maar zwak over aan het begin. Zijn bars waren goed, maar hij was te veel bezig met dat Mitch bij hem stond. Dicht bij je en hij had daar geen grip op. Ja. Dus zeg maar, ik zat aan het kijken en dacht, je laat je gewoon plagen. Die vibe was er een soort van, even. Dat pakte hij later wel goed op. En daardoor had ik echt van, hij heeft je gewoon eigenlijk gewoon gepest. Maar het is ook wel zo hoor. Het is wel een soort strategie die battelaars gebruiken. Toch een beetje in je space komen om je van je shit. Ik durf zo ver te gaan om te zeggen dat we hebben de eerste fucking classic, bro. Ja, is de eerste classic van het seizoen. Ja, dat is wel classic. Eerste classic van het seizoen. I say it right here, bro. Zijn we er allemaal mee eens? Toontje is de eerste fucking classic. Is de eerste classic. En wat vonden we van de laatste battle? De andere co-main event, Don Tata Jeeves? Kijk. Wederom fire. Je hebt wel fire, man. Ik vond hem wel hard.
Maar ik vond de battle daarvoor harder. En bij die face-off, doordat hij zo'n sfeer neergezet. Mitch Stoontje was voor jou echt de main event. Vandaag wel, ja. Dat had net zo goed maar ik had hier had ik het ook, zeg, ik had van die laatste battle ook wel verwacht, omdat het zo van tevoren zo gehyped wordt. Ja. Maar als je jezelf van tevoren zo hyped, krijg je ook een hele grote verwachting. Want dat had zichzelf heel erg gehyped door de face-off, zeg maar. Precies. Ja. Ik vond hem wel goed. Hij heeft het mooi aangepakt, hoor. Maar niet alles eromheen. Ja. Wat is je bijgebleven van Jeeves het meest? Zijn closer, man. Dat is hoe je een fucking event afsluit, Matty. Ik ben de dom van de tata's. Klaar, einde. Good night. Weet je wat dom was? Ben sterker nog. En dat gaan we beeld goed tussen. Ik ben de dom van alle tata's. Klaar, dom tata. Ja, man. Oké. Klaar. Hij vond hem zo. Ik dacht, oké, is goed, man. Ja, is goed. Ja, we zijn klaar. They delivered wel, man. Ja. En dom tata's ronde. Ik denk dat er een paar juweeltjes in zijn bar zaten. Die mensen thuis gaan catchen die mensen in het publiek niet meteen hadden gecatcht. Ja. Dat man. Ja. Want zijn shit zit in elkaar. Nog een paar keer kijken dus. Zijn shit zit op een bepaalde manier in elkaar. Dat hij hier een paar juweeltjes zit hoor. Zeker. Maar wat zouden jullie hem dan aanraden? Zeg maar iets meer dingen schrappen en meer zeg maar van die juweeltjes. Iets meer opbouwen naar dingen toe. In plaats van dat het helemaal overal is. Ietsje meer. Ja. Maar ik denk, het past ook, kan ook bij je passen. Weet je? Hey, ik vind Don Tata een stelde shit, man. Nee. Ik vond het een hele dope battle. Don Tata tegen Jeeves was een mooie staalmatch, vind ik. Ja. Ja. Het was een goede staalmatch. Ja. Maar Jeeves is ook moeilijk, omdat Jeeves die straalt ook altijd uit alsof hij het met twee vingers in zijn neus doet. En dat doet hij volgens mij ook een beetje. Die gast is gepokt en gemazeld met battelen. Jij zei ook, het is mijn 328ste battle of zo. En voor mij is Jeeves heeft ook echt, voor mij samen met Insano. Echt de record aantal battles gewoon, ever gewoon. Ja. Maar we staan maar nummer 1 en Zeno nummer 2. Ja, ik denk het by far. We staan ook hoog op mijn lijstje, allebei. Gewoon wel echt... Natuurlijk, het, moet wel. Dus moet wel. Als je een battle hebt experiment, moeten ze hoog op je lijstje staan. Resumerend. Luister, ik ga even jullie allemaal langs. Ik wil even in een paar zinnen jullie verwachtingen voor POB Teams dit seizoen. Ik begin bij jou, Tim. Ik denk dat het super tof wordt en dat we nog niet goed kunnen voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren, maar dat wat er gaat gebeuren keihard gaat zijn. Kijk, zo'n politiek correcte antwoord. Ik heb mijn handen ook zo gedaan. Jij werd zeker bij de gemeente of zo? Nee. Provincie? Ja. Dat is ook. Zulke mensen. Ja. Klopt, dokter. Ik heb mijn handen ook zo gedaan. Ik werk bij de gemeente. Jouw verwachting. Ik Nee, ik denk vooral dat wat we net al een beetje zeiden is, nu is het nog niet zo duidelijk wie bij welk team hoort, weet je wel. Dat moet nog even landen. Op een gegeven moment ga je ook kijken, oh, die tegen die is eigenlijk die tegen die ook, weet je wel. Ik denk dat dat wat meer gaat spelen en dat een heel tof element wordt. Ik denk ook dat de lat is weer gelegd, weet je wel. Dus mensen weten ook waar ze moeten doen. En ik denk dat ik een bril ga halen bij Peter Akkermans. Ja, goede brillen. Ja, een goede dat bril. Dat heb je goed gezien, Bas. Zodat ik naar Club Blue ga en alles kan zien. Ex, jouw... Ja, man. Jouw verwachting van dit seizoen. Hey, de toon is gezet, bro. De toon is gezet. Eerste event was een succes. Publiek was lit. Mensen thuis gaan nou ook die battles massaal kijken. Zodat de YouTube-cijfers ook laten zien dat jullie blij zijn dat we terug zijn. En, krijgen we misschien meer geld van Blue. Ja, bro. Als Peter dit, maar als dit eerste event het begin is van het nieuwe seizoen. We in for some shit, bro. Ja. Zeker. Als soms XO zijn allereerste battle er zo uitziet, bro, geef mij flashbacks van Menace ook, bro. Menace zijn allereerste battle, ik zeg gelijk tegen Ike, bro, let op deze boy. Ja. Ik zeg jullie, let ook op soms XO. Okay. En let sowieso op iedereen die er vandaag was, want jullie hebben het gedaan, man. Ik zeg eerlijk, ik ben tevreden. Bijna geen jokes eigenlijk. We're gonna kill this season. Everybody delivered, man. We're dit seizoen wordt fire, man. Dus als je de boot hebt gemist, boy, probeer nog aan boord te zwemmen of zo, want... Het kan nog, Santi was ook nog mensen. Ja, nee, dan kan je nog Kimo. Aan. Let's go. Wat, ik vond het sowieso gewoon leuk om weer bij elkaar te komen, mensen weer te zien na zoveel jaar. En het is ook bijna alsof het niet zeg maar weg is geweest, eventjes zo voelt het. Sommige jonge boys zijn echt vooruit gegaan. Voor de rest was het niveau was al constant. Jammer. Ik denk inderdaad dat het idee van de gatekeepers van Team Captains goed is voor het niveau. Ja. Natuurlijk deden mensen vroeger dit ook al, hè? Had je ook wel klikjes die samen schreven wel. Maar nu is het meer georganiseerd. Voor mensen als Kees is het van, hey Pik, heb je geschreven? Ik wil het horen, weet je, voel je een stok achter de deur en het maakt ook dat je misschien beter performt, beter je best doet. En ik ben heel erg benieuwd naar alle sausjes ook, inderdaad, naar de GTST-achtige sausjes die er gaan ontstaan in de teams, de mollen in de teams die dingen doorsturen en alle rare shit. Ja. Ik ben wel benieuwd voor die suur. Dit gaat een seizoen worden, man.
Als jullie niks willen missen van dit allemaal, abonneer dan alvast nu op dit YouTube kanaal Punch Out Battles. Volg ons ook op alle social media, op Instagram op Punch Out Battles, op Snapchat, TikTok. We zijn overal, Facebook. En volg ook mijn peoples hier zo, Kimo aan mijn linkerkant. Excellent, Club Dokter en Tim Beumers. En Demo natuurlijk. Nee, ja toch. Ja, ik zie jullie de volgende keer, man. En volgende keer dat je een flyer ziet van de live event, beter hou je kaartje, want je hebt gemist, man. Ja, kapot. Yes, sir.